denk ik. Met één tank gereden. Eindelijk weer ver. Eindelijk is het weer zover. Ron heeft even één dag in je dop gelet. En we kunnen nog 26 kilometer. Stop jij nou maar voor alle stoplichten. Ja, ieder stoplicht. Het is de vijfde stoplicht. Dit is echt niet normaal. Ieder stoplicht tegen. Nou ja, komt goed. We gaan naar Masagi. Eerst naar tanken, dan naar Masagi. Kan iemand dit voor ons vertalen? Hij doet nu niet meer de kilometers aangeven. Even kijken op Google. Zet het even in de comments. Benzinestation in de bergen is op zondag dicht. Dat is even een nood naar mezelf. Maar het yoghurtjes benzinestation bij de, ja, die gaat om 9 uur open. Er zit een dingetje aan, we moeten om 9 uur bij Masagi zijn. Dus dat zal ik, die zal ik even appen. Maar dat kon je toch niet tanken? Jawel, even cash. Oh. En niet met mijn kaart tanken, maar wel met cash. Dan zijn we er. Dus dit is al te duur hoor. Dit is echt, je kan gewoon weer ademen. Ja, plastic zakje weg. Rol dat toch naar huis, dat mag niet duwen. Dus dat is helemaal geen probleem. Bijna mijn platinum status als reisleider verloren, maar alsnog gaat het goed. We zijn er nog niet. Nee, dat is waar. Vorig jaar, ik heb de vis nog niet echt niet gezien, ik voel het ook eens een keer toe, als je daar een project voelt, is een Fujaku, heeft bij mij via de line, op Japanse WhatsApp, heeft hij mij die gestuurd en zegt, ja, deze wil ik heel graag in Asukari voor jou nemen. Voor alle jaren dat we hier zaken doen met jou, dat deze wil ik heel graag jou aanbieden. Deze Fujaku, daar kon ik geen nee op zeggen, gaat nu voor het eerst zien. Ik heb nog niet gezien, hij is nu aan het staan en dan aan de boom. Ben benieuwd. Zo. Ja, dat is in ieder geval één in de doos. Oh. Goed. Beautiful. Beautiful. Goed. Hele gaaf wauw. Super wit op de kop. Ik ga even kijken of ik de oude foto nog terug kan vinden. Moet lukken, want die heeft het via de app gedaan. En dan is het enorm goed ontwikkeld. Wauw, thank you for the best. Dank je, Benno. Ja, ik heb het best wel weg. Ja, jongens, hé. Dat is wel een goed jacht. Wat een nieuwe koek. Wat een leuke visie. Nou, dat zei Nu, dus 3 jaar. 3 jaar oud. Sixty-two. 62 centimeter, 3 jaar oud en 62 centimeter, hele gaaf vis. Ik had hem in mijn gedachten voor iemand, maar die heeft al een andere Fujaku gekocht. Dus deze is weer te koop. Hij blijft niet nog een jaar in Asukari, hij gaat nu al mee naar Nederland. En dan, ja, helemaal gek. Super blij, maar die gaat naar de XXL tank. Hey. Ja, zo. Een Kanoko Asagi. Echt een hele gaaf vis wordt dat. Het is het nu al. Maar dat Kanoko wordt over het hele lichaam. Hè. Krijgt een hele gave, ja, net een soort Matsuba idee.
En wel van onder natuurlijk echt wel zo'n Asagi lijn. Maar daarboven krijgt hij dat dan ook. En dan krijgt hij ook meer voorop nog. Ze, moet ik zeggen. En een hele gaaf. Schone kop. Schone vis voor de rest. Mooi, dat rood in de vinnen. Helemaal top. Een vis uit de... Niet uit de Barabarabak. Die komt uit deze bak. Een hele mooie Maruten Shishui. Dat is een mooie ronde stip of een stip op zijn kop. Mooie wangen. Ook de ruglijn is mooi. En een echt goed rood aan de zijkant. Deze is wat goedkoper dan de andere drie. Hele gaaf vis. Het is vroeg. Erg vroeg, 6 uur, 7, ja, even voor 6. We gaan naar Nagoshi. En we gaan ook richting Nederland. Ja, ik niet, maar Sean en Boewang. Dus dat betekent dat we wel naar Nagoshi willen, 2 uur rijden. Ondertussen eventjes ontbijten. En dan... daar ongeveer om 8 uur aankomen, zodat we smiddags de jongens op het trein kunnen zetten, op het station af kunnen zetten. Dat is in de middag, maar Nagoshi is 2 uur rijden, je bent daar wat langer en ja, we moeten natuurlijk ook op tijd weer terug zijn. We zitten helemaal klaar. Ja, dan kunnen ze messen. Minion? Hm? Een minion? Ja, een minion gaat ook mee. Hey, arigato gozaimasu. Nou, 6:10. Ik was de wifi vergeten. 6:10, op weg naar Nagoshi. Super vroeg, geen hond op straat. Dan zie je sowieso weinig honden. Ik zal vandaag niet door het rood hier rijden. Nagoshi, hele gaaf kweker. Veel vis. Prijzige vissen, maar ook hele, hele goedkope vissen. Altijd leuk om naartoe te gaan. Het is een hele mooie rit er naartoe langs de kustlijn van Japan. En we gaan er nu naartoe, zodat we er om 8 uur zijn. Dan kunnen we daar lekker relaxed netten. En daarna moeten we wel een beetje op tijd op de tijd letten. Want Boewang en John die gaan vandaag richting Nederland. Richting Qatar, Nederland. Dus ja, we moeten vroeg op nu er naartoe. Weer rood. En straks maar even ontbijten, denk ik. Ja, heerlijk. Heerlijk. Is voor jou? Ja. Ja. Oh, lekker hoor, denk ik. Ja. Nou, ontbijten. Bij het sandwich? Hoe bang? Ja, die had ook een sandwich, ja. Ja, oké. Okay. Is koffie aan het drinken. John die is nog aan het wachten. Ik heb yoghurtje. Oh, lekker je. Oh, jongens, kom op. Kom op, wordt helder. Yoghurtjes. Ja, yoghurtje. Yoghurtje. Ja, jongen, staat toch op. Heerlijk. Colaatje. En een lekker wagenbak koffie in uit de fles. Heb je bril op? Nee, niet je bril. Nee, oké, okay, helemaal goed. Nee, nog niet. Goed, John. Het zicht voor de camera. Ja, daarom. Nou, John. We zijn nu bij de afslag. Ik hoor net dat het lucky draw is, dus er zijn meer mensen nu. Ik had dat helemaal niet in idee. Ze zijn aan het
い、ご利用ありがとうございます。おはようございます。はい、通行券お預かりします。長岡から普通車、はい、はい、3700円になります。はい、カードお預かりします。お待ちください。Zegt hem ook, hoort hem ook een paar keer Azugari zeggen, daar neem ik zorgen voor. Maar deze Lucky Draw, dat wist ik niet. En ze staan op ons te wachten. Ze zijn met de Lucky Draw aan het wachten op ons. Voor, ja, we zijn belangrijk genoeg om ons op te wachten. En dan gaan we kijken of we een aantal mooie vissen kunnen checken. No work. Cash also. Nou, dat is weer gelukt. Dus nou, het mooie is dat meteen hier vandaan recht vooruit is de Nagoshi. En je bestemming bevindt zich aan de rechterkant. Staan te wachten. Mooie surfers staat te kijken. Ik denk, shit. Doet hij het? Jazeker. Nou, we zijn bij de Nagoshi Koi Farm. De jongens die hebben gewacht op ons, dus we gaan zo kijken of we wat moois kunnen pikken. Ze willen gebeld van, hé, waar blijf je? Want we hebben de Lucky Draw. Nou, gaan we kijken. Oh, 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 oh
een beetje te zien. En Maruten, Kohaku, Bainagoshi. Ja, ze zijn een beetje verdoofd. En Maruten, Kohaku, Bainagoshi. Mooie, mooie vis. 45 centimeter zeker, misschien wel 47 centimeter. Mooi, mooi gewoon de ligging, een mooi patroon. Goede huidkwaliteit. Dikke staart. Toppie. Dit is meteen nummer 1 op de lijst. Niet de beste kwaliteit, maar ik bedoel de... Nou, wat is het? Dag 12, dus dat zal de 01 Nagoshi 01012 zijn. Hey. Ja. Een hele mooie sanker. Vrouwtje. Zie je ook een hele witte huidkwaliteit. Goede bouw. Zoom je wat heel mooi verdeeld ligt. Ook voorop. Voorop de vis. Rood tussen de ogen. Mooie blauwe ogen. Sanker. Tot ook 47 centimeter. Zo is goed, hè. Een vis van... Nou... 55 centimeter, laat ik het veilig doen. Nissai, hè jongens, Nissai. Deutsche Yamabuki. Met een schubberij. Zo fantastisch. Mooi geprijsd. Ook nog eens een keer heel goed geprijsd. En een ja, top, top vis. Heel schoon. Let op jongens, de Kohaku's zijn allemaal... vrouwtje waarvan eentje is een, weet ze niet. Oh nee, dat zeg ik niet goed. Nee, dat is niet waar. Hey, dit is wel nog een vrouwtje. Een Kohaku natuurlijk. Ook weer een heel mooi patroon. Odoom. Kijk eens naar het voek erin. Hè. Dus de huid ligt al om de schubben heen. En een mooie witte neus. Ik houd van alle twee witte ogen. Top. En vrouwtje, niet over te twijfelen, jeetje, wat een mooie witte huidkwaliteit. En een heel gaaf patroon, 45 centimeter, super dikke bouw. Ja, en ik denk dat ik veilig zit met mijn 45 centimeter. Echt een hele dikke vis. En hagelwit jongens, echt top. Net geoogst, hè? Gisteren of vanochtend vroeg of gisterenochtend, gisterenmiddag, sorry. Een Shagoi. En de reden waarom ik deze eruit heb gehaald is omdat ik de schubben van deze vis zo fantastisch vind. Hele mooie, ja, ze liggen in de huid. Dus het is echt rondom huid te zien. En, dus het voet erin. En ja, mooie bouw. Gaaf vis. 45 centimeter. De Maruten Kohaku. Een fantastische bouw, een fantastische huidkwaliteit. Deze vis heeft de prijs bepaald in de begon, denk ik. Hier hebben ze lang naar staan kijken. Ze maken een setprijs. En achteraf hoor ik dan wel van, nou ja, dit is de waarde van deze vis en dit is die van de vis. En dit zal de duurste zijn uit de bak. Een hele gaaf vis. En nog een Kohaku van Nagoshi. En daar zijn ze toch wel erg goed in, hoor, die Kohaku's. Super wit. Mooi patroon weer. Een driestaps patroon. Met een mooi het rood zo tussen de ogen. Ja joh, de huidkwaliteit is echt sneeuwwit. Het is ongelooflijk dat dat zo wit uit de lukmond komt. Echt heel te gek. Nou. Dit is nog een twijfelaar. Dit is de Kohaku waar ze niet weten of het man of vrouw is. Dat is gewoon een hele mooie vis, dus ja, dat is niet zo heel erg belangrijk. Het is niet zo groot, hij zal 42 centimeter zijn, wat slanker, maar wel een hele mooie, heel mooi patroon. Helemaal gek. Waar zit hier op, Vos? Dit was eigenlijk voor dat vis de hoogste van de eerste jaren.
de derde bal die we nu aan het uitvangen zijn. En met vooral een hele goede Kohaku in. Ja, deze weer een super dikke bal. Ja, ik blijf in herhaling vallen omdat ze zo. Ja, we hebben ze daar natuurlijk ook geselecteerd. Bouw fantastisch. Het wit op deze vis is sneeuwwit. En de schubben liggen ook weer zo mooi. Voek erin. Helemaal goed. En ja, een toppertje. Er zijn twee Kohaku, die hebben ze apart genomen. Om goed te bekijken en daar hebben ze ook een aparte prijs voor gemaakt. Dit is er één van de twee. De andere komt nog. Ongelooflijk gebouw. Ongelooflijke uitkwaliteit. Rood is fantastisch. Koetje Benny. Nou, echt een top. Een Kohaku met veel rood, daar moet je van houden. Ik hou daarvan. Er is veel rood erop. Dus dat lekker als deze vis veel breder is, hè, veel meer bodykracht. Zul je zien dat het rood meer aan de bovenop komt te liggen. Waardoor het patroon dus meer vorm krijgt. En ja, ook weer een super mooie vis qua beert. 47 centimeter zeker. En ja, en toppen. Ik denk dat, nou, en met deze filmpje is toppertje altijd een top. Top visie. Weer een topwoordje erbij. Top, mooie visie. Oh, mooi rood. Oh, mooi wit. Nee, maar in dit geval is dat ook zo. Ja. Deze is wat smaller in bouw. Is daardoor ook iets goedkoper. Dit zal, ik denk toch een vrouw zijn, maar ze is wat smaller. Als dat je niet uitmaakt, dat scheelt toch een aanzienlijk bedrag. En een fantastische vis. Nog steeds, nou ja, smaller in bouw, nog steeds een mooie bouw, jongens. Maar ten opzichte van degene hiervoor is ze wat smaller. Oh, nog een plaatje, jongens. Mooi Kohaku met een heel gaaf speelspatroon. Achterop, dat vind ik leuk. Ja, mooie bouw, 47 centimeter. Super hoog kan zijn. Ik zal even de paraplu. Een beetje. Ja. Echt heel gaaf. Mooie vis. Ja, achterop. Kijk, met heel gave lijnen al in de borst vinden. Ja, niet heel veel rood erop, maar daardoor wel heel mooi in balans met het zwart. Super rood en ook 47 Drie dikke Shakoi. Ook bij de Rossi. 55 centimeter. Ja, denk ik. 55 centimeter. Echt een mooie dikke dames. Ik zal ze proberen te nummeren. Van deze drie. En dan hebben we nog twee.
andere ook dikke, gewoon twee apart gezet, omdat het anders niet te filmen was in de boom. Dus het is niet zo dat dit twee andere typen zijn. Twee is er gewoon ook gewoon groot. En dan kan ik het makkelijker nummeren als ze zo gaan. In het water. Oh, zit je? Wat is dat ook wel? Wat is dat? Thank you. We're also for. Wat is dat? Hi. Kate. Ja. Oké. Thank you very much. Bye-bye. Thank you. Yeah. Kom maar zo. Zo, nou dat was helemaal te gek. We hebben 25 top vissen eruit kunnen halen. Harde, en dat werkt hier even anders. Je krijgt zeg maar, je moet dobbelen en dan mag je een vijver kiezen. Nou, het zit zo gemixt dat het bijna niet te doen is. En het grappige is dat onze tweede vijver die we mochten kiezen, de betere vissen in zaten. Ja, gemiddeld de betere vissen in zaten. Nogmaals 25, 28 vissen geselecteerd. Helemaal top. Echt een hele mooie kohaku, Doishi Yamabuki, mooie sankes. Ja, helemaal top. Dus nu is het 10:15. We waren hier om 8 uur. Terug, misschien onderweg eten, misschien sushi eten. Moet even kijken. En dan was dit een Nagoshi film.